Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Bloedsport, de podcast voor de MMA Watcher. En in deze aflevering wil ik ingaan op, uh, op het event UFC 242 in Abu Dhabi. Uh, in, uh, in deze aflevering wil ik eigenlijk mijn voorspellingen gaan doen van acht matchups. De focus ligt hem eigenlijk vooral bij het hoofdevent, dat is Khabib tegen Poirier en dat is natuurlijk ook logisch... Maar ik denk dat uh, heel veel mensen de kaart ook onderschatten. Ik lees uh, heel veel artikelen dat het eigenlijk uh, ja, alleen om de main event gaat tussen Khabib en Poirier. En dat dat uh, eigenlijk ook al uh, ja, bijna een gewonnen wedstrijd is voor Khabib. Maar ik heb de kaarten uh, eens even bekeken en ja, ik ben er eigenlijk best wel van geschrokken hoe, uh, hoe competitief de kaart is en uh, hoeveel goede gevechten erop staan. Uh, dus ik denk dat de kaart ook wordt onderschat omdat er redelijk wat nieuwkomers uh, op staan. Uh, waarvan uh, mensen eigenlijk nog niet weten wat ze in huis hebben. Maar uh, vergis jullie dus niet. Uh, dit belooft echt een uh, spectaculaire kaart te worden. Uh, laten we dus gewoon beginnen. Uh, dan uh, beginnen we met de eerste matchup uh, uh, waar ik mee wil starten. Dat is uh, Don March tegen Faraz Zian. Don March, een vechter uit uh, Zuid-Afrika. Uh, hij heeft uh, al één gevecht gehad uh, eind vorig jaar uh, in de UFC. Die heeft hij gewonnen op, uh, op KO. Uh, ik ben heel erg onder de indruk van deze jongen. Dus uh, ik heb ook echt hele hoge verwachtingen. Uh, jongen met karakter. Hij traint trouwens ook. Is een van de spanningspartners van, uh, van Cyborg. Uh, ja, die staat tegen Faraz Ziham. Dat is een, uh, een Fransman met uh, Algerijnse roots. Uh, in eerste instantie zou Dom March uh, tegen iemand anders staan. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar die kon, uh, die kon niet. Omdat hij eind augustus heeft aangegeven dat hij. Uh, uh, ja, ziek was en daardoor het gevecht niet ging halen. Farah uh, Ziam is, uh, is toen ingestapt. Ik heb nog niet heel veel beelden van die jongen gezien. Maar wat ik wel heb gezien is: het is trouwens een hele jonge jongen van begin twintig. Uh, aardige aardige stand-up. Maar het is een jongen die vooral, ja, volgens mij, geneigd is om de stand-up te gebruiken. Om naar de grond te, te gaan. Om dan meestal, uh, als die uh, op de grond belandt, tegenstanders te finishen met ground and pound. Uh, dit gevecht verwacht ik toch dat uh, Danmarch March uh, ja, overtuigend zal gaan winnen. Uh, uh, staand. Uh, ik denk dat het nog iets uh, te vroeg komt voor Vader uh, Ziam. Uh, uh, om tegen Danmarch March te staan. Uh, die is inmiddels al volgens mij 8-29. Uh, best wel ervaren al. Heeft al behoorlijk uh, uh, wat, uh, wat meegemaakt en gezien. Dus uh, ik denk dat hij deze wedstrijd wint op, uh, op uh, KO. Het volgende gevecht: dat is Bilal Mohammed tegen Takashi Sato. Uh, Bilal Mohammed uh, is een uh, ervaren UFC-vechter. Uh, Takashi Sato is een uh, redelijk ja, nieuwe, nieuwe vechter in de UFC. Hij heeft volgens mij één gevecht gehad die hij op uh, KO heeft gewonnen. Uh, beide zijn het vechters uh, die het uh, gevecht graag staand houden. Ik verwacht dus ook uh, niet dat dit gevecht op de grond uh, bepaald zal gaan worden. Uh, ja, het is uh, Bilal Mohammed natuurlijk met zijn ervaring, Tikashi Sato, redelijk nieuw. Maar uh, wat ik van Tikashi Sato heb gezien is, uh, het is de, een, een vechter dus ze vecht met zijn rechterbeen voor. Uh, ja, de, die linker van hem, dat is ook gewoon een uh, kanonskogel. Uh, uh, en de vraag is eigenlijk, qua strijking, denk ik dat ze, ja, dat ze redelijk dicht bij elkaar liggen. Uh, maar ik vraag me af of Bilal Mohammed uh, de power van uh, Sato kan handelen. Ik heb uh, Bilal Mohammed uh, bijvoorbeeld tegen gevecht tegen Joff Neal gezien. Joff uh, Neal, ook een zoutpaalvechter met een goede linker. Uh, maar dat is eigenlijk een hele, een, een hele snelle, een soepele linker. Zeg maar. Dus het is niet echt een linker waar hij heel veel uh, kracht in zet. Uh, hij is heel snel, uh, heel flexibel. Uh, Sato, ja, een grote jongen voor de welterweight divisie. 77 kilo uh, divisie is dat. Uh, dit, dit, vind ik, dit vind ik een lastige. Omdat ik uh, Sato ook als een nieuwkomer zeker niet onderschat. Uh, ja, gewoon hele goede boxingkwaliteiten. Uh, kijk, als, als het naar een beslissing gaat, denk ik dat Bilal Mohammed op basis van het volume uh, het zal gaan winnen. Uh, maar de vraag is dus of Bilal Mohammed het kan gaan, kan, ja, kan gaan halen tot drie rondes. Ik denk niet dat hij Sato uh, kan finishen. Aan de andere kant, als er iemand wint op KO, denk ik dat het Sato is. Uh, ja, ik ga, ik ga ja, deze matchup toch voor de andere dag. Ik denk dat uh, Sato deze op uh, KO gaat winnen. Maar zoals ik net aangaf, het zou ook zomaar een uh, beslissing kunnen worden. En dan uh, kan uh, Bilal Mohammed hem pakken. Maar uh, ik ga toch voor Sato op uh, KO. En dan gaan we naar de volgende matchup. Waar ik ook echt enorm naar uitkijk: dat is Zubaira tegen Liron Lir Murphy. Uh, Zubaira, ik weet niet of uh, iedereen daar bekend mee is. Dat is een, uh, een vechter uit het kamp van, uh, van Khabib. Uh, dat is ook de persoon die overigens uh, vorig jaar in oktober... toen Khabib tegen McGregor moest... en het, uh, ja, na het event, in ieder geval na de match, uh, uit de hand liep. Uh, Degene die McGregor uh, even op zijn kaak sloeg. Uh, daardoor ook uh, eigenlijk uh, uit de UFC is geschopt... Uh, maar uiteindelijk toch terugkeert. En ik, uh, ik kom daar nog wel even op terug uh, tijdens, uh, tijdens het hoofdevent. Khabib tegen Poirier. Maar in ieder geval, hij staat nu tegen Leroy Murphy. Die zijn uh, debuut maakt in de UFC. Een vechter uit, uh, uit Engeland. Uh, uh, ja, ik heb ook nog niet heel veel van die jongen gezien. Maar wat ik heb gezien. Uh, ja, ik ben ook enorm onder de indruk. Een, ja, een complete strijker. Uh, kicks. Uh, vecht vanuit zijn rechterbeen voor of zijn linkerbeen voor. Z uh, kan dus gewoon van stand switchen. Uh, combineert zijn strijking ook goed met, uh, met takedowns. Het worstelen en uh, zijn uh, jiu-jitsu. Uh, het enige wat me wel bij hem opviel als minpunt is dat hij zijn hoofd niet echt beweegt. Zeg maar. ja, en dat kan uh, wel eens gevaarlijk zijn natuurlijk. Vooral uh, uh, ja, op zo'n hoog niveau. Um, die staat tegen Zubaira. Ja, Zubaira heeft natuurlijk, uh, zoals de meeste mensen ook weten, zoals de meeste vechters uit Dagestan, uh, een achtergrond in uh, sombo. Uh, uh, dus uh, ja, het, je kan verwachten dat hij uh, zeker gaat proberen om, uh, om middels uh, zijn sombo uh, het gevecht naar de grond te brengen. Aan de andere kant uh, wat me van Zubaira is opgevallen, is dat hij ook wel graag het gevecht staande houdt. Dus het zou mij ook niet echt verbazen als Zubayra uh, ja, gewoon uh, probeert te strijken. En pas zijn uh, sambo-achtergrond gaat gebruiken op het moment dat hij in de moeilijkheden komt. Een ander aspect, wat denk ik ook wel een belangrijk aspect kan zijn, is dat uh, Zubaira in ieder geval. Ja, zijn laatste gevecht in de UFC was geloof ik drie jaar geleden in 2016. Uh, nu had hij ergens uh, vorig jaar een gevecht gepland, maar door dat incident met het. Uh, uh, met het gevecht toen van McGregor en Khabib. Uh, is hij toen eigenlijk uit de UFC gegooid en is het gevecht wat hij zou hebben toen een maand later niet doorgegaan. Uh, dus ik vraag me ook eigenlijk af. Ja, in hoeverre gaat dat een rol spelen? Dat hij zo lang dus geen gevecht heeft gehad. Ze noemen het ook wel uh, Ringrust. Uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat die jongen keihard traint. Want al die jongens in het, uh, in het uh, team van Khabib. Die, uh, die leven echt voor deze sport. Dus uh, ik ben ervan overtuigd dat hij topfit is. Maar uh, in hoeverre speelt de druk uh, een rol? Uh, de spanning uh, die je gaat voelen voor zo'n gevecht. Uh, het weer wennen aan de octagon. Dus uh, daar ben ik ook echt nieuwsgierig naar. Uh, hoe zijn performance eruit gaat zien. En als ik dan uh, ja, nu moet kiezen. Je zou zeggen met de ervaring. Uh, uh, met het uh, team uh, eromheen. Etcetera, zou je verwachten dat Zubaira dit gevecht uh, zou moeten winnen. Maar ja, zoals ik net al zei, wat ik heb gezien van die Leroy Murphy, ja, dat, ziet er, dat ziet er echt, echt goed uit. Uh, hij is ook nog uh, ongeslagen uh, in zijn professionele carrière. Dus uh, ja, ik denk toch dat dit een, uh, dat dit een, uh, een verrassing gaat worden. Uh, en ik ga kiezen voor uh, Leroy en, uh, Murphy. Ik denk dat hij uh, deze wedstrijd gaat, uh, gaat winnen op een finish. Ik weet niet hoe, uh, maar ik denk dat hij uh, Zubaira gaat finishen. Uh, en dat dit uh, featherweight gevecht, wat dus plaatsvindt op 65 kilo, uh, richting de Nieuwkomer gaat, Leroy Murphy. En dan hebben we Maybrek Taisimov tegen Diego Ferreira. Uh, ja, <laughs> Taisimov, uh, echt ja, het is enorm jammer, want zijn jongen die komt uit Tsjetsjenië. Uh, uh, zit al sinds eind 2013, begin 2014 volgens mij in de UFC en heeft sindsdien nog maar acht gevechten gehad. En dat komt omdat hij heel veel moeilijkheden heeft met het aanvragen van een visum om af te reizen richting de Verenigde Staten, waardoor hij voornamelijk vecht in, uh, in uh, Europa. Uh, laten we eerst beginnen wat voor type vechter het is. Dit is een, een sniperstrijker. Uh, dit is een jongen volgens mij die de afgelopen zes wedstrijden vijf op uh, KO heeft gewonnen. Uh, ja, een jongen die heel goed zijn tegenstander kan lezen... Uh, en uiteindelijk gewoon met die rechterhoek, rechter directe... of in ieder geval met die uh, rechter van hem... Uh, in ieder geval altijd wel een ingang vindt om, uh, om zijn tegenstander te finishen. Uh, het is gewoon een hele, hele gevaarlijke vechter. Een hele goede vechter, een hele ervaren vechter. Volgens mij een uh, record van 27 wedstrijden gewonnen, 5 verloren. Uh, alleen dus jammer dat hij niet vaak vecht, want... Als hij vaker had kunnen vechten, denk ik dat dit echt een jongen is geweest die uh, voor de UFC uh, uh, lightweight belt had kunnen gaan. Met zijn, uh, met zijn talent en zijn uh, ervaring. Uh, die staat nu dus tegenover Diego Ferreira. Uh, die heeft een uh, achtergrond in uh, Brazilian Jiu-Jitsu. Uh, uh, ja, wat kan je over die jongen zeggen? Het is uh, wel een jongen die het uh, gevecht, uh, ja, ja, voornamelijk niet uh, wil ik zeggen, maar wel uh, het gevecht ook staand kan houden. En wat je vaak uh, bij hem dan ziet is de double jab en dan een rechte directe. Double jab, rechte directe. Uh, en als hij daar zijn tegenstander uh, niet mee kan finishen, dan, uh, dan is het terug naar zijn uh, oorsprong. Dat is uh, dus een uh, Brazilian Jiu-Jitsu. Uh, ja, voor mij uh, ja, is dit niet zo'n hele moeilijke. Alhoewel je eigenlijk nooit weet wat er in de achtergang kan gebeuren. En ook niet weet wat het doet met Simov dat hij uh, zo weinig vecht. Maar skills-wise denk ik dat uh, Tyson deze wedstrijd gaat winnen en gaat finishen op, uh, op uh, KO. En daar uh, kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Maar kijk dus echt uh, uh, ja, naar deze wedstrijd, mocht je echt een fan zijn. Want Tyson zegt is echt een strijking fenomeen. En wellicht uh, gaat hij in de toekomst vaker vechten. Dus uh, dit is wel een van de tips uh, van de wedstrijden die, uh, die jullie zeker moeten kijken als jullie gaan kijken. Het vijfde gevecht gaat uh, tussen Kurdus. Curtis... Blades en Shamil Abdurrahimov. Uh, dat is een gevecht uh, tussen twee heavyweights. Uh, Blades, ja, dat is uh, echt voornamelijk een worstelaar. <kacht> uh, ook een, uh, iemand met een forse postuur, een grote heavyweight. Dat zijn ze beiden overigens. Uh, waar uh, Shamil Abdurrahimov een, uh, een strijkingachtergrond heeft, uh, voornamelijk uh, een kickboksachtergrond. Um, ja, dit, uh, dit wordt ook wel een. Uh, een mooi gevecht, wat denk ik niet uh, tot een uh, beslissing zal gaan komen. En het is hier voornamelijk de vraag in hoeverre uh, Shamil om kan gaan met, uh, met het worstelen van Curtis Blades. Want ik verwacht niet dat Curtis Blades uh, uh, het gevecht uh, te lang staand wil houden. En dan ben ik uh, vooral benieuwd naar hoe uh, Shamil dus omgaat als hij uh, naar de grond wordt gebracht. Want uh, Curtis Blades staat echt bekend om zijn uh, vicious ground and pound. Uh, en het is de vraag dan of uh, Shamil dat gaat overleven. Aan de andere kant is Shamil dus ook in staat om het gevecht staan te houden. Indien hij dat kan, uh, ja, dan is er een grote kans dat hij uh, Curtis Blades ook kan finishen. Maar al met al uh, ja, neig ik toch naar Curtis Blades. Met zijn ervaring heeft hij tegen de, uh, de grootste gestaan in de heavyweight divisie. Hij was zelfs uh, in lijn voor een titelgevecht tot hij uh, werd gekO'd door uh, volgens mij Francis Ngannou vorig jaar in Beijing. Tijdens het event uh, heeft tegen Mark Hand gestaan. Won van Alistair overheen op KO. Dus uh, ja, ook uh, ja, ik verwacht qua ervaring. Uh, hij is ook wel bijna volgens mij een, uh, een kop groter dan Chamiel. Ik denk dat hij postuur en gewicht ook wel een rol kan gaan spelen. Uh, ik denk dat Curtis Blaze deze gaat pakken. Ik denk dat hij uiteindelijk het gevecht naar de grond zal gaan krijgen. Uh, uh, en daar zal gaan finishen en dan wel een uh, beslissing. Uh, maar ik verwacht, uh, ik verwacht een beslissing uh, voor Curtis Blades in dit gevecht. Het volgende gevecht, het zesde gevecht wat we kort gaan voorbeschouwen, dat is het gevecht tussen Islam Makachev tegen Davi Ramos. Uh, ook een hele interessante matchup en waarom? Uh, Islam Makachev uh, komt ook uit het kamp van Habib. Uh, een uh, master in, uh, in Sambo. En dan hebben we Davi Ramos, dat is een uh, wereldkampioen, volgens mij een derde graad. Uh, black Belt in Brazilian Jiu-Jitsu, uh, wat ik net had, dus aangaf ook een wereldkampioen. Dit zijn dus beide jongens uh, die beestachtig zijn op de grond. Uh, wel beide in een andere discipline. Maar het wordt dus heel interessant uh, wat er gaat gebeuren als dit uh, gevecht naar de grond gaat. Uh, te beginnen bij, uh, bij Islam uh, Makachev. Uh, het is een jongen die het gevecht ook wel staand kan houden. Het is trouwens een jongen die vecht met zijn rechterbeen voor, dus een zoutpaal. Uh, lichtvoetig, uh, goed in en uit. Uh, heeft ook wel uh, een wedstrijd op uh, KO gefinished uh, met strijking door middel van zijn uh, ja, linker, uh, linkersterke hand. Zeg maar. Volgens mij was dat tegen uh, Thibaut. Uh, uh, en Davy Ramos is ook wel iemand die het gevecht uh, ja, ook uh, wel staand kan houden. Uh, Gebruik ook wel goed zijn leg kicks. Is een uh, uh, relatief korte jongen voor het lichtgewicht, uh, 70 kilo. Uh, maar hij heeft wel een forse postuur. Dus uh, goede jab, uh, goede rechterhand. Uh, oftewel goede basistechnieken qua boksen. Dus, dus wederom een uh, hele interessante matchup. Uh, dus twee jongens, highly skilled op de grond. En beide een solid striking. Uh, ja, dan is de vraag natuurlijk: uh, ja, wat, uh, wat is mijn voorspelling? Ik vermoed zelf. Uh, en ik denk dat het aankomt uiteindelijk op, op, uh, ja, op uithoudingsvermogen, op cardio. Uh, uh, en ja, het kamp van Kabib Islam. Ja, die, die jongens staan bekend om een uh, enorme uithoudingsvermogen. Uh, goede cardio. En in de gevechten van Davi Ramos zie je toch, omdat hij uh, ja, behoorlijk wat spiermassa heeft. Dat hij uh, ja, na, na twee rondes, na anderhalve ronde. Uh, toch wel wat vermoeid begint te raken. En ik denk dat. Uh, dat uh, Islam uh, het daarover gaat nemen. Uh, en dat het uiteindelijk. Uh, ja, een beslissing gaat worden. Ik denk niet dat uh, deze jongens elkaar kunnen finishen. en dat uh, Islam dan uiteindelijk met de beslissing er vandoor gaat. Het volgende gevecht in deze voorspellingen gaat. tussen Edson Barboza en Paul Velder. in het uh, lichtgewicht. Uh, ja, dit is 100% uh, een striking match. Uh, Muay Thai, kickbox georiënteerd. Uh, Edson Barboza, ja, een fenomenale strijker ook. Uh, volgens mij, uh, in ieder geval waarvan ik weet, de enige vechter ook die een wedstrijd uh, heeft uh, gefinished op legkicks, waar iemand dus het letterlijk opgaf uh, door de pijn uh, van de legkicks van Edson Barboza. Um, wel een, uh, een slechte reeks achter de rug. Volgens mij de uh, laatste vier partijen waarvan drie verloren. De laatste wedstrijd ook verloren van uh, Justin Gaethje op, uh, op KO. Dus uh, ik vraag me eigenlijk af hoe hij zich uh, daarvan herstelt. Uh, uh, hij heeft uh, eigenlijk voornamelijk alleen maar moeite met ja, vechters die heel veel druk op hem zetten. En met een worstelachtergrond. Dat zie je ook van de laatste uh, drie gevechten die hij heeft verloren. Eentje tegen Khabib en de andere was tegen Kevin Lee. Uh, ja, Gustin JG, ja, die staat er bekend om. Dat is iemand uh, ja, die nergens bang voor is, die naar voren blijft lopen, pressie blijft zetten, ondanks dat hij wordt geraakt. Dus uh, uh, dat is een buitencategorie, daar hoeft hij zich zeker niet voor te schamen. Maar ik ben vooral dus benieuwd hoe Edson Barboza zich uh, hiervan gaat herstellen. Uh, Paul Felder, de Irish Dragon, uh, laatste gevecht tegen James Fick, uh, die, die won uh, op een beslissing. Uh, dit is trouwens ook een rematch. Ze hebben al een aantal jaren geleden tegen elkaar gevochten waar Edson Barboza het won op een decision. Waar uh, Paul Velde toen toch uh, wat tekort kwam. Uh, voor de rest, ja, Paul Velde is voor de rest ook een hele complete strijk. goede stoot, uh, werkt ook uh, met uh, ellebogen. Wat uh, Edson Barboza eigenlijk uh, bijna nooit doet. Uh, goede kicks ook. Uh, dus ik ben ook echt benieuwd hoe Velde zich nu heeft ontwikkeld... en uh, hoe hij zich heeft voorbereid ten opzichte van, uh, van Barboza. Uh, ja, Barboza heel erg uh, kick-georiënteerd. Spinning kicks, leg kicks, body kicks. Alle soorten kicks die je maar kan verwachten... Uh, die gooit Edson Barboza er wel uit. Maar daar heeft hij wel zijn afstand voor nodig. Dus uh, ja, het is wel uh, denk ik handig van Paul Velder als hij de afstand uh, probeert te, uh, ja, te verkleinen. Zeg maar. uh, het gevecht een beetje dirty probeert te maken. Uh, Barboza uh, terugdringen naar de cage. Uh, wat dirty boxing op hele korte afstand. Uh, zo Boza proberen te vermoeien. En misschien toch uh, ja, dan ook nog eens gebruik maken van zijn, uh, uh, van zijn uh, Purple Belt Jiu-Jitsu. Om Baboza uiteindelijk naar de grond te krijgen. Om hem dan uh, zo te kunnen uh, finishen. Of uiteindelijk zo'n beslissing uh, eruit te kunnen halen. Uh, ja, waar uh, bij Edson Baboza zoals ik net aangaf, zijn kracht ligt om gewoon in, uh, ja, op lange afstand. Gebruik maken van zijn kicks. Om zo'n uh, uh, pijn te doen. Uh, en om ze zo uh, te finishen. En ik ben daarom dus ook heel erg benieuwd hoe Paul Velder daarmee omgaat. Ik gaf net al aan dat hij moet proberen om de afstand te verkleinen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ook het feit om Barboza naar de grond te krijgen is makkelijker gezegd dan gedaan. We hebben een vrij hoge takedown defense percentage, volgens mij ergens in de 80 procent. Hij is zelf ook een, een brown belt in Brownbelt in Jiu-Jitsu. Dus zo makkelijk gaat dat ook niet. Al met al, als jullie mijn voorspelling willen weten voor deze wedstrijd. Uh, ik denk toch dat Edson Barboza... deze wedstrijd naar zich uh, toe zal gaan trekken. Wederom. En dat hij uh, zal gaan winnen op een beslissing. Dan gaan we naar het main event... waar iedereen naar uitkijkt. Khabib tegen Dustin Poirier. Eh... Uh... Ja, ik durf de naam van Kabib, de achternaam van Khabib nog niet uit te spreken. Ik moet dat echt nog oefenen. Ik weet niet of jullie dat is opgevallen. Ik heb, ik heb dat nog niet geprobeerd, maar als ik dat onder de knie heb, dan zal ik het proberen. Ik maak daar nog gewoon te veel fouten in. Maar Khabib versus Dustin Poirier. Allereerst om te beginnen bij Khabib. Ja, we, we, we maken nu wellicht iemand mee wat achteraf straks. Uh, als we misschien wel 50, 100, 200 jaar verder zijn. Uh, de beste lightweight ooit genoemd gaat worden. Ongeslagen in zijn professionele carrière. 27 wedstrijden, 27 gewonnen. Uh, ja, mooi verhaal. Ik hoef niet daar allemaal op in te gaan. Uh, opgegroeid in Dagestan. Uh, een van de gevaarlijkste en moeilijkste gebieden op, op deze wereld. Uh, om op te groeien. Uh, noem het maar op. Maar ik wil wel even kort ingaan op het laatste event tegen Conor McGregor. en wat daar. Uh, 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 heeft afgespeeld na het event uh, dat uh, Khabib pas een adelaar uh, over de cage vloog en het uh, team van uh, McGregor uh, aanviel. Daarbij uh, gaf ik in het begin al aan uh, dat Zubaira, die ook uh, vandaag vecht, uh, 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 daardoor ook uit de UFC is gegooid omdat hij Karno McGregor een klap gegeven uh, zou hebben. Uh, dat zie je trouwens ook al gewoon terug op de beelden. Hij heeft hem een klap gegeven, laten we daar gewoon heel duidelijk in zijn. Uh, maar dan uh, moeten we even terug naar wat Khabib destijds over zei. En dat is dat hij heeft aangegeven dat op het moment dat zijn uh, teamgenoten uit de UFC worden gegooid, dat hij nooit meer zal vechten voor de UFC. Uh, het is daarna rondom dat incident. Uh, en dan heb ik het puur betrekking over de schorsingen, over het uh, uit het UFC gooien van zijn, uh, van zijn teamgenoot, redelijk stil geweest. Uh, maar zijn manager. Uh, uh, Ali Abdelaziz heeft daar wel uh, in een paar interviews wat uitspraken over gedaan. En dat, en dat toont ook wel het uh, karakter van Kabib aan. Het lijkt erop dat Kabib in de onderhandelingen met UFC, uh, eigenlijk heeft geëist dat Zubayra uh, weer getekend zou worden bij de UFC. Uh, zoals we zien is dat dus ook gebeurd. Uh, daarnaast heeft uh, Kabib na dat incident uh, behoorlijke geld moeten gekregen in Las Vegas. Um, en uh, hij geeft ook aan dat hij dus daardoor waarschijnlijk, dat vermoed ik, ook nooit meer in Las Vegas zal vechten. Hij heeft dat eigenlijk gewoon aangegeven: dat hij nooit meer in Las Vegas zal gaan vechten. En bij de onderhandelingen voor zijn ge volgende gevecht, na het gevecht dus, uh, uh, wat hij had met McGregor, heeft hij ook, uh, ja, dat, dat heeft hij niet. Uh, de manager Abdelaziz heeft dat niet zo concreet aangegeven. Uh, uh, uitgesproken, maar het kwam erop neer dat Khabib toen min of meer heeft geëist, of zijn manager heeft geëist bij de UFC, dat het volgende gevecht in ieder geval uh, in een land zou plaatsvinden uh, uh, waar zijn vader naar uh, af kan reizen. Omdat zijn vader kan door visumproblemen uh, dus ook niet naar de Amerika afreizen. Hij is dus ook nooit bij de gevechten van Khabib geweest in de UFC. Uh, dus de eerste eis is. Vechten in een land waar zijn vader uh, bij aanwezig kan zijn. En ook nog eens een land wat uh, ja, relatief dicht uh, bij zijn geboorteland Dagestan ligt. En ze, ja, het lijkt dus op dat de uh, UFC die wensen ook heeft ingewilligd. Want het is toen ja, Abu Dhabi geworden. Uh, het is volgens mij vijf à zes uur vliegen vanaf Dagestan. Waardoor ook heel veel familieleden, vrienden van Khabib uh, hierbij aanwezig zullen zijn. En daarnaast ook zijn vader dus ook voor het eerst. Bij hem in de hoek tijdens een UFC gevecht. Uh, dus één, uh, hij dwingt af dat een teamlid weer uh, in de UFC uh, wordt aangenomen. En twee, dat hij in ieder geval op een uh, locatie in een land kan vechten uh, wat naar zijn wens is. Aan de andere kant uh, merk je ook dat Khabib na het gevecht tegen McGregor ook een, een min of meer een tour heeft gehouden in het Midden-Oosten, waar hij zeg maar, allerlei soorten landen is afgegaan. Ook natuurlijk met zijn uh, islamitische achtergrond waar hij heel veel fans heeft. Uh, en het is me eigenlijk pas achteraf uh, opgevallen dat dat misschien ook een, een strategische zet is geweest. Want na de keuze uh, om niet meer in, ieder geval in Las Vegas te vechten, uh, zag je dat Khabib eigenlijk uh, ja, door het Midden-Oosten aan het toeren was. Uh, waarna vervolgens bekend werd dat het uh, volgende gevecht en het volgende event waar hij zou vechten in Abu Dhabi uh, zou gaan plaatsvinden. En vervolgens communiceerde de UFC omstreeks juli dat de UFC Middle East app uh, gelanceerd zou worden. Waar uh, de UFC dus ook beschikbaar uh, zal worden gesteld in het Midden-Oosten voor live events. Uh, en de UFC app uh, waar men uh, allerlei soorten ja, events kan terugkijken. Uh, dat is dus ook. Uh, ja, denk ik een, uh, een onderhandeling geweest waar UFC heeft gedacht, oké, okay, uh, maar laten we ook kijken uh, wat in het voor us om tot een win-win-situatie te komen. En dat uh, lijkt aardig gelukt. Uh, Khabib kan vechten in een gebied wat uh, dicht uh, bij zijn geboorteland ligt, uh, waar uh, heel veel uh, mensen ook fan van hem zijn door zijn achtergrond. Uh, dus het event is ook uh, volgens mij ook uitverkocht. Uh, er wordt enorm naar uitgekeken in het Midden-Oosten. Uh, aan de andere kant kan de UFC ook uh, zijn markt vergroten daar. Lanceren ze de app? Dus uh, dat is ook alleen maar goed voor de sport. Uh, en vooral het bijzondere, wat ik net dus aan aangaf, is dat zijn vader voor het eerst bij een UFC-gevecht in de hoek staat. En dat hij in ieder geval uh, Zubayra uh, zijn teammaat, weer terug heeft kunnen krijgen in de UFC. Uh, de belofte die hij toen ook heeft gedaan na het gevecht met McGregor... dat hij zelf niet uh, zou vechten als Zubaira niet uh, terug aangenomen zou worden bij UFC... heeft hij dus ook ingewilligd. Uh, nou, even terug dus nu ook weer naar het gevecht. Uh, versus Dustin Poirier. Uh, ja, Dustin Poirier, ik denk een van de uh, ja, beste strijkers sowieso in de lightweight... maar uh, ja, vooropgesteld, voor mij is het sowieso de beste uh, bokser. Een uh, southpaw vechter, vecht dus met zijn rechterbeen voor... Uh, ja, als je kijkt naar zijn uh, record, uh, weet je al genoeg. Uh, versus Anthony Pettis, voormalig UFC lightweight kampioen. Uh, Gaethje, ook voormalig lightweight kampioen, maar dan in een andere organisatie. Uh, Alvarez, uh, UFC lightweight kampioen. Uh, Max Holloway, laatste gevecht. De huidige featherweight kampioen. Uh, allemaal gefinished. Uh, dus ja, strijking is fenomenaal. Um, maar ja, dan sta je tegen Khabib. Dat is uh, iemand die uh, ja, van de buitencategorie is op het grondgevecht. Uh, Blackbelt of weet ik veel wat voor degree in uh, judo, in sambo. Doet dit al vanaf zijn vierde of vijfde leeftijd. Omdat uh, zijn vader, die had gewoon een, uh, een klein kamertje... waar hij al een uh, soort van ruimte uh, van had gemaakt waar ze konden trainen. Waar hij uh, ook de jeugd daar een alternatief wou geven voor het uh, oorlogverscheurde uh, gebied... En, uh, daar begon hij uh, al op uh, hele jonge tijd mee, dus bij Khabib. Uh, zijn vader is overigens ook een, uh, een landelijk Russisch kampioen in judo uh, en in sambo geloof ik. Dus uh, dat is ook iemand die zijn sporen heeft verdiend in uh, mixed martial arts. Uh, het is nu dus uh, eigenlijk niet zozeer de vraag wat Khabib gaat doen, maar uh, in hoeverre ja, Dustin Poirier een antwoord heeft op, uh, op, uh, oh ja, op de vechtstijl van Khabib. Want Khabib heeft natuurlijk al tegen behoorlijk wat uh, strijkers gestaan. Conor McGregor, Edson Barboza. Uh, en wat, wat ik denk dat, uh, dat Dustin anders maakt is dat Dustin Poirier een, ook een volumestrijker is. Waar alle overige, overige strijkers eigenlijk echt uh, precisiestrijkers zijn. Echt wachten op die ene goede shot. Is Dustin Poirier die behoorlijk wat volume heeft en die eigenlijk kijkt wanneer hij je goed heeft geraakt, om dan vervolgens de stoten op te schalen om je te finishen. Dus uh, ja, en het is dus. Uh, ja, ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar hoe gaat Dustin dus om met, het, uh, ja, met de ground game van Khabib? En kan hij zijn energie zodanig besparen dat wanneer het, uh, het gevecht staand plaatsvindt. Kan hij dan een manier vinden om Khabib zodanig te raken om hem pijn te doen... dat hij ja, ja, middels volumestoten de wedstrijd kan finishen? En dat is natuurlijk uh, veel makkelijker gezegd dan gedaan... want het, uh, dat is niemand nog uh, gelukt op dit, uh, op dit hoogste niveau van mixed martial arts. Maar wat, dat is wat ik net al aangaf. Het verschil tussen Dustin en alle overige uh, strijkers is dus zijn volumestrijking... En ondanks dat zijn takedown defense misschien uh, niet helemaal op orde is. Want ik denk dat hij zelf ook wel zo realistisch is dat hij uh, naar de grond zal gaan tegen Khabib. Is het denk ik voornamelijk een uitdaging om ervoor te zorgen dat hij op de grond niet zoveel wordt geraakt. En dat hij in ieder geval zijn energie bespaart. En uiteindelijk het gevecht natuurlijk weer staand kan krijgen. Zodat hij gebruik kan maken van zijn ja, hele goede boxing kwaliteiten. En... Wat me bij Khabib opviel, want ik heb recent de wedstrijd tussen nog eens teruggekeken tegen Conor McGregor, is dat hij in de eerste ronde Khabib uh, uh, versus McGregor eigenlijk McGregor vrij snel naar de grond kreeg. Volgens mij was dat uh, plus minus in de eerste ronde na een minuut. Uh, dat tijdens de grounding Pound op de grond uh, in de eerste ronde eigenlijk uh, McGregor zichzelf behoorlijk uh, goed wist te verdedigen. In de tweede ronde raakte Khabib hem natuurlijk met, uh, met, uh, met de rechterhoek. Uh, waardoor McGregor neerging en uiteindelijk ook op de grond belandde. Uh, maar uiteindelijk ja, werd daar wel wat ground and pound uitgedeeld door Khabib... maar niet genoeg om McGregor te finishen. Die uh, hield zichzelf toch wel goed, uh, uh, goed staande op de grond. Uh, in de derde ronde, uh, wat me opviel, is dat uh, alle takedown-pogingen van Khabib uh, niet slaagden... En, en McGregor daardoor het gevecht staand uh, kon houden... Uh, en het bijzondere daar is, is ook dat alle judges die ronde aan McGregor hebben gegeven. En uh, ja, nu weten we dat Khabib bijna on, uh, onverslaanbaar is. Maar dan moet je toch gaan zoeken naar de gaten, ja, waar liggen dan de mogelijkheden? En ik denk dat Dustin ook hier naar gekeken heeft. Want na die derde ronde uh, uh, gingen we de vierde ronde natuurlijk in. En daar hield McGregor het gevecht ook staande... tot hij uiteindelijk uh, volgens mij na drie minuten naar de grond werd gewerkt... en in die, uh, in die uh, ja, submission terechtkwam, waardoor hij moest stappen. Maar daar liggen dus volgens mij... Ja, daar liggen niet. Daar ligt volgens mij de enige mogelijkheid voor Dustin Poirier. Om ervoor te zorgen dat hij zijn energie bespaart... als hij naar de grond wordt gewerkt. En mocht hij uh, ja, het gevecht staand krijgen... Ja, dan moet hij dus een manier vinden om ja, Khabib te raken. En dat is nogmaals makkelijker gezegd dan gedaan. Want er is niemand die Khabib in zijn, volgens mij, tien gevechten nu in de UFC heeft geraakt. Ze zeggen dat Johnson hem geraakt zou hebben. Ja, ik heb heel vaak teruggekeken. Volgens mij raakt hij daar gewoon in balans. Dus ja, hoe moeilijk ook, uh, ja, is dat de enige mogelijkheid die ik voor Justin zie. Dus staand ja, Khabib raken en dan middels volume strikes. Uh, ja, Kabib uh, proberen te finishen. En dan zal uh, Kabib natuurlijk geneigd zijn als hij geraakt is om uh, terug te grijpen naar zijn worstelen. Dus het is dan ook heel belangrijk om uh, heel scherp te blijven. Als die Kabib heeft geraakt om niet te dicht op, ja, te dicht op hem te komen, waardoor hij uh, ja, naar de grond uh, gewerkt kan worden. Maar te wachten tot hij hem echt goed raakt om hem te finishen. Uh, ja, en die. Uh, en die skills die heeft Dustin zeker. Kijk naar de gevecht tegen Alvarez. Uh, kijk tegen het gevecht tegen Pettis. Uh, kijk tegen het gevecht tegen Max Holloway. Het is een jongen met heel veel kracht in beide handen. Uh, die ook uh, ja, vanuit de uh, zoutpaal vecht. Uh, dus uh, linkerhand is sterke hand. Maar ja, die, rechter, die rechterhoek is ook echt heel krachtig. En daar laat hij ook heel veel vechters uh, mee wankelen. Uh, en Khabib, dat is ook wel een minpunt die ik bij hem zie... Hij heeft namelijk de neiging om bij dreiging naar achter te lopen met zijn kin omhoog. En dat moet je bij uh, Dustin Poirier zeker niet doen. Dus uh, ja, zoals ik net al aangaf. Uh, sowieso uh, vooropgesteld uh, gaat uh, deze voorspelling natuurlijk uh, uit naar een winst voor Khabib. Maar kijk ik vooral uit naar uh, ja, Dustin Poirier. En of hij een manier kan vinden, zoals ik net aangaf, om Khabib te finishen. Want... Ja, ik zie <laughs> Dustin Poirier niet winnen op beslissing. En is hij dus in staat, zoals hij zelf aangeeft, to shock the world? Hij zelf denkt van wel. Uh, ik ben benieuwd. Ik kijk enorm uit naar het event UFC 242 in Abu Dhabi. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat het een mooi event uh, wordt. Uh, dit waren dan in ieder geval mijn acht voorspellingen van de matchups uh, die ik heel interessant vind. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van Bloedsport, de podcast voor de MMA-watcher.